Ik zou toch bijna vergeten om de vlag te starten. Hey, hallo! Wat leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe vlag. Ik ga je weer meenemen in wat eten we vandaag. Mijn eetdagboekjes waarin ik deel wat wij 's avonds eten. Onze diners. En ik ben nu aan het koken en ik was het gewoon alweer bijna vergeten. Gisteravond hebben we iets super lekkers gegeten. Dat eten we morgen, het tweede deel van. Dat laat ik je zien morgen. Maar nou ja, tijdens het koken gewoon helemaal ontschoten om de vlag te starten, terwijl dat wel de bedoeling was. Want het is een heel lekker recept, dus die hebben jullie nog van ons te goed. Want die maakt Michael ongetwijfeld nog een keer. Maar goed, zal ik morgen laten zien. In ieder geval was ik nu ook alweer ruimschoots begonnen. Michael heeft boodschappen gedaan en heeft dit gekocht. Indiase tandoori van Fairtrade Original. Ik zal zo even laten zien wat we er allemaal in doen. Maar dat gaan we dus eten met mie en groenten erbij. En dat is dus met kip. Ik zal het je even laten zien. Dit is dus het pakketje. Nou, Michael heeft daar mie bij gehaald. Dus dat ga ik zo warm maken. En deze groenten, die kun je bakken. Nou, hierin zit dus dan een kruidenpasta. Daar heb ik hier al een sausje of een mengelmoesje van gemaakt. Zodat het kan marineren. Dat is dus de kruidenpasta met een beetje crème fraîche erbij doorheen. En dus wat ui. Heb ik nog niet helemaal netjes geroerd, maar ik was hiermee bezig en toen dacht ik, oh, dat heb ik helemaal nog niks van opgenomen. En de bedoeling is dus dat ik dat nu ga bakken en de mie natuurlijk ga koken. Dus dat ga ik nu doen en dan zal ik je zo meteen laten zien hoe het er op het bad uitziet. En zal ik ook vertellen wat we ervan vinden. Goed te weten is wel dat ik niet het hele pakketje kruiden en pasta heb gebruikt. Er staat op dat het mild pikant is, maar ik weet dat dit soort producten vaak veel pikanter is dan ik verwacht van tevoren. Of zo, zeg ik dat goed? Ja. Ik ben zelf niet heel dol op heel pikant eten. Michael wel, maar de kinderen ook niet. Want die eten gewoon niks als het te scherp is. Dus ik dacht, ik doe niet alles erin voor het gezellige gevoel aan tafel straks. In ieder geval ga ik nu lekker bezig, want Michael komt zo aan met zaden. Dus chop chop! Dinsdagavond en we hebben zojuist lekker gegeten. De kinderen liggen nu op bed en ik heb tijdens het eten even gefilmd wat we hebben gegeten. Het is een gnocchi recept en dat is echt super lekker. Michael heeft het voor het eerst gemaakt met kerst afgelopen jaar en dat was heel goed bevallen. Dus we hebben dat sindsdien, denk ik nu, voor de tweede of derde keer gegeten. Heel erg lekker. Ik zal het recept wel even delen, want ik ben afgelopen zondag toen hij het gemaakt heeft vergeten om daar beelden voor op te nemen. Maar volgens mij zei ik dat gisteren ook al. Dit is echt te aanraden. Deze ga ik zeker nog een keer maken in de vlog, of misschien gaat hij hem een keer maken. Maar voor nu deel ik even alleen het receptje met je. Het is heel lekker romig van smaak en het is gewoon echt lekker. En het eten van gisteren was trouwens ook heel erg lekker. Dat is ook goed bevallen. Ik had dus niet alle kruidenpasta er doorheen gedaan. Waardoor het gewoon lekker mild van smaak was. En door de nodige crème fraîche doorheen. Het had ook een lekker een beetje romige. En wel gekruid, maar niet te pittig, zeg maar. Dus was ook erg lekker. Dus we hebben eigenlijk twee hele lekkere maaltjes gehad. Zeker voor een doordeweekse dag heel anders dan we normaal eten. Maar was lekker. Dus morgen weer een nieuwe dag met wat nieuw avondeten. Het is inmiddels woensdag en we zijn weer aan het koken. En we zijn Michael en ik en de kinderen lopen er gezellig omheen. Want we komen zojuist van de tandarts terug. En toen dachten we gaan even lekker samen koken. En we eten vandaag Griekse frittata. Een receptje wat Michael heeft gevonden. Waarvoor we dus deze aardappeltjes nodig hebben. Hier heb ik al lekker de paprika stukjes gedaan. Hier staat de oven aan en Michael heeft hier de ui gesneden en gaat nu aan de knoflook beginnen. En je hebt ook nog crème fraîche nodig en oregano. Verder geen kruiden. Oh ja, en zoutpeper natuurlijk. En natuurlijk feta kaas, dus dat heb ik ook net in stukjes gesneden. Ik ben heel benieuwd. En ik heb er ook nog even lekker een wortelsalade bij gemaakt.
Het eten heeft heerlijk gesmaakt. Dat is echt een aanrader. Ik moet wel heel eerlijk zeggen dat Max het niet zo lekker vond. Maar dat komt denk ik door de feta, want daar houdt hij niet heel erg van. En hij is ook niet heel dol op ei. Dus dat is dan niet zo'n goede combinatie. Maar hij heeft wel wat wattels gegeten. Dus prima. Maar wij vonden het heel erg lekker. Ik zal het linkje naar het recept wel even in de beschrijving zetten. Want deze week is dus een week met allerlei nieuwe receptjes. Dus dat is ook eigenlijk wel heel erg leuk. En nou ja, de rest van de week geloof ik niet. Want we gaan nog een keer zuurkool eten. Maar dat is verder niet heel spannend. Maar dat kun je straks zien. Het is inmiddels zaterdagochtend en ik ga zo meteen boodschappen doen. En ik dacht het is wel leuk om jullie weer even mee te nemen in een boodschappenshoplag. Ik ga zo naar de winkel, dus ik ga even kijken wat we allemaal nog in de koelkast hebben en wat ik dan dus erbij moet halen. En gisteren hebben wij zuurkool gegeten. Daar heb ik vergeten wat verder van op te nemen, maar ik heb wel beelden genomen dat we het aten. Dus dat hebben we nog lekker wat van over, want het was een beetje te veel. Maar die zuurkool kunnen we dus dan vanavond nog weer eten. Dus dat is heel erg makkelijk. En verder heb ik ook nog het een en ander. Dus ik ga nu even kijken en ik laat het je uiteraard ook even zien. En dan kun je dus in de rest van deze video zien wat ik bedenk voor de nieuwe week. En dan ga ik hem denk ik daarmee afsluiten. Maar goed, laten we gauw lekker verder gaan. Zo. Even kijken. Ik moet in elk geval even schoonmaken, zie ik al. We hebben nog wat van dit. Kijk, de cirkel. Oh, de cirkel staat hier nog. Ik had laatst nog een broodje gehad, want ik wou nog een keer soep eten. Dus dat ga ik sowieso doen deze week. En ligt hier nog een tomaat. Even kijken, paprika. Dat klopt. We hebben daar ook nog wat anders over. Dat eten we samen met de cirkel. Dat is nog een beetje van de frittata van de week. En ik had deze gekocht bij de Lidl. Zo'n pizza kit. Maar volgens mij is dit voor één pizza. Of niet? Oh nee, 2 servings staat erop. Dus dat waren er dan 2, verwacht ik. Ik heb dit nog nooit eerder gemaakt, want dat willen we dan morgen maken. Dus nou, dit hebben we dan in ieder geval nog. Dus morgen eten we sowieso pizza, maar dan moet ik natuurlijk nog wat halen wat daar bovenop moet. Nou, dan hebben we nog een klein beetje zuivel hier. Dit is ook nog een beetje, een heel klein beetje melk, dus daar moet ook nog wat bij. Ik heb ook even al het glaswerk bij elkaar gezocht en ook nog wat voor het statiegeld terug kan. Dus dat ga ik ook gelijk eventjes wegbrengen. Dat doen wij namelijk echt veel te weinig, dus ik spaar het altijd heel lang op. En dan denk ik, oh laat ik dat maar eens eventjes gaan opruimen, want het ligt dan in de garage en daar heb ik toch geen last van. Maar ja, daar krijg je natuurlijk wel een beetje een rommeltje van. Dus dat neem ik nu gelijk mee en dan ga ik naar de supermarkt. En laat ik je zo meteen zien wat ik heb gekocht. Zo, ik ben weer thuis van de winkel. Ik ben even bij de Albert Heijn geweest. En ik ga je nu laten zien wat ik allemaal bij de Albert Heijn gekocht heb. Om te beginnen even met het bonnetje. Ik heb een heleboel dingen in de bonus gekocht, zoals je wel kunt zien. De totale bonus was 6,29 euro. En in totaal was ik daardoor 6,50 euro kwijt. En ik ga je nu even laten zien wat ik dan allemaal kocht. Ik kreeg in ieder geval weer moestuintjes erbij. Moeten we nog even kijken of we dat gaan doen. Want Michael is ook een moestuintje begonnen inmiddels in de tuin. Maar daarover later meer. Ik heb gekocht blauwe bessen, want die waren in de bonus. En deze soepstengeltjes, dit zijn van die kleine zakjes voor de kinderen. Ik dacht dat kunnen ze mooi delen. Dus die. Nog bananen en peren. Want dat vind ik altijd wel fijn om in huis te hebben. Voldoende fruit. En ik had ook nog het nodige. Volgens mij heb ik het trouwens niet laten zien. Maar dit had ik nog. 3 kiwis, een aantal mandarijnen en een heleboel appels. En nog 3 bananen. Nu is het natuurlijk zaterdagochtend, dus we gaan zo meteen nog fruit eten. Dus er gaat altijd wel een orde doorheen bij ons. En ik heb hier dus ook nog een paar druifjes. Dan verder met de boodschappen. Broodjes voor het weekend vind ik wel lekker. En ik bestel het brood zelf nog steeds bij de bakker. Dus vandaar dat ik verder geen brood heb. Rivella was in de aanbieding. En de Pepsi Max was ook in de aanbieding. Maar dan wel dus die literflessen. En deze hebben ze niet in een literfles. En ik vind deze heel lekker met citroensmaak erbij. Dus die heb ik ook nog even meegenomen. Dan hebben we heel veel waar we heel lang mee kunnen. En dan voor de kinderen en deze perensiroop. Die vinden ze echt heel erg lekker. Dat is wel grappig, want ze vragen echt nu elke keer, mama, mogen we perensap? En zou ook peer drinken, zegt ze dan. Dus dat is wel heel erg leuk. En het is dus gewoon echt ja, best wel simpele ranja. Ik doe echt altijd een heel klein laagje erin, want het is best wel zoete ranja. En dan er is gewoon water en dat vinden ze helemaal geweldig. Dus daar heb ik er nog weer 2 van meegenomen. Dan hebben we voorlopig weer voldoende.
gaan we verder aan deze kant. Ik heb ham gekocht en salami voor op de pizza. Want ik heb ook nog een pizzadeeg voor de zekerheid erbij meegenomen. Ik heb dit dus nog nooit gedaan. Dus dat gaan we voor het eerst proberen. En ik ben wel benieuwd hoe dat bevalt om het op deze manier te doen. Want meestal maken wij het pizzadeeg gewoon zelf als we het maken. Nou doen we dat bijna nooit. Maar de buurvrouw had mij hierop getipt. Ze zegt dit gaat veel sneller. En is heel makkelijk. Dus hier staat bij dat je nog tomatensaus moet toevoegen. Ik heb in die andere die ik je toen straks liet zien een soort sausje in zitten. En ik verwacht dat het haast wel genoeg moet zijn. En anders heb ik nog tomatenpuree in huis. En ik heb verse tomaten gekocht. Zal ik ook even laten zien. Dus die. Nou, dan nog komkommer. Gewoon voor als snackje of voorbij op de boterham. Dat is wel lekker. Dan hebben we nog deze gekocht. Ik heb er 3 gehaald omdat het in de bonus was. En deze smeerkaas gebruiken we wel vaker voor de kinderen. Moet ik alleen even goed opletten dat we er niet meer tegelijk openmaken. Want dan blijft het natuurlijk niet goed. Deze was in de aanbieding. Zuivelhoeven salted caramel. Ik heb echt geen idee of dit lekker is. Maar het was in de bonus. Dus ik dacht, nou, dat kunnen we wel een keertje proberen. Volgens mij is dit nieuw. Ik ken dit in elk geval niet. Dus die voor het toetje. Dan heb ik nog paneermeel meegenomen. Want dat hadden we bijna op. Dus ik denk dat moeten we ook nog eventjes hebben. Champignons zijn ook voor op de pizza. Tomaatjes voor als snackje tussendoor. En eventueel ook nog een paar paardjes op de pizza, dacht ik. Dan was het koningstoetje voor deze maand natuurlijk. Het toetje van de maand. Ik denk, oh, dat is wel leuk om een keer proberen. Voor zondag doen we vaak net een iets, wat wij dan noemen speciale toetje. En dan is die misschien wel leuk. Ik zie wel dat het paneermeel een beetje overal aan zit. Ik hoop dat het pakketje nog vol is, maar goed. Dan voor Michael voor het ontbijt. Vindt hij dit heel erg lekker, dus die heb ik mee meegebracht. En deze is toetje voor ons. Dan heb ik nog Thaise wokgroenten gekocht. En met die Thaise wokgroenten ga ik een nasi gerechtje maken. Want ik heb dus ook champignons gekocht voor op de pizza. En daar hou ik van over, want daar doen we natuurlijk nooit een heel doosje op. Dus dat doe ik dan bij die Thaise wokgroenten doorheen. En dan heb ik nog, mocht je mij volgen en de video's dus vaker zien, van de vorige keer. Volgens mij de laatste keer dat ik een boodschap video deed, of was het al die keer ervoor? Nou, in elk geval dat ik alleen was met de kinderen. In de video waarin ik ook de sushi mukbang met Sadu. Dus heb je die nog niet gezien? Ik zal hem even linken in de beschrijving. Want daar ben ik de sushi aan het eten met Sadu. Is heel leuk, maar laat ik ook wel zien wat we eten die week. En ook de boodschapjes en dergelijke. Maar daar heb ik dus toen ook extra nasi bij besteld. Gewoon nasi goreng bij de sushi. Omdat ik niet wist of Sadu ging eten. En dat heb ik verder ingevroren. Dus dat ga ik nog gebruiken. Om nog een keertje weer op te warmen. Maar dan wil ik er graag extra groenten doorheen doen. En ik had in die video ook kip gekocht. En die heb ik ook in de vriezer gelegd. En nog niet gebruikt. Dus die gaan we ook nog een keer gebruiken deze week. Dus dan eten we vandaag de zuurkool, morgen pizza. Later in de week dan ergens een keer dus deze wokgroenten. Met dus die nasi uit de vriezer. We hebben nog tomatensoep in de vriezer. En daar eten we dus met het broodje. En ik heb nog een heleboel andere dingen in de vriezer. Dus met al deze boodschapjes heb ik dan vervolgens alweer voor de hele week voldoende aan eten. Dus ik vind het zelf wel heel fijn om op die manier boodschappen te doen. Dat je een beetje in het voorraad hebt en een beetje op voorraad hebt. En ook wat in de vriezer hebt zitten. Zodat je lekker makkelijk wat kunt maken. Dat bevalt mij heel erg goed. Dus vandaar dat ik dat ook hier deel. Gaan we nu nog even gauw verder met de boodschappen. Dan heb ik nog voor op de pizza ook mozzarella gekocht. Daar doen we denk ik een klein beetje van op. Want dat was altijd vrij nat natuurlijk. Ik heb ook nog tomaten genomen. Zodat we er gewoon zo'n salade van Michael en mij bij kunnen doen. Van tomaten mozzarella vinden we heel lekker. En paprika voor op de pizza. En wat daarvan overblijft kan eventueel nog weer daardoor heen. En dan even geraspte kaas voor over de pizza. Ik zocht eigenlijk van die speciale pizza kaas. Die is net wat anders en die smelt wat mooier. Maar op een of andere manier was het allemaal op in de winkel. Dus toen dacht ik, dan neem ik maar dit mee. Ook prima. En dan nog wat uien, rode uien. Ook voor op de pizza. Maar dat heb ik eigenlijk altijd wel even op voorraad. En dat was nu bijna op. Dus die gaat zo meteen naar de garage voor de voorraad. Dan nog 2 pakken melk. Want we zijn weer met z'n vieren en we drinken graag melk. En Optimaal vinden we ook altijd heel erg lekker. Dus die heb ik ook weer meegebracht. Dit is drinkyoghurt. En dan nog gewoon een yoghurt voor het toetje. Dus dit was het dan wat ik aan boodschappen heb gehaald. En dan moet
moet dan wel voldoende zijn dus voor een heel groot gedeelte van de week. Of eigenlijk denk ik voor de hele week. Want ik heb ook nog wattels in de koelkast. Dat heb ik volgens mij niet laten zien. En ik heb nog genoeg aardappel. Dus op die manier heb ik het weer voor elkaar voor deze week. En hiermee wil ik dan eigenlijk graag de vlog afsluiten. Maar ik bedenk me zojuist dat het misschien nog wel leuk is om even die pizza te laten zien. En ook te vertellen hoe dat bevalt met dat deeg. Want dat ken ik dus nog helemaal niet. En gezien dit nog een beetje een vlog is geworden met allemaal nieuwe receptjes en dingetjes die ik niet ken. Is het wel leuk om dat nog eventjes te delen, denk ik. Dus dat kun je zo meteen zien. Het is zondagavond inmiddels. Dus ik ga het pizza maken voorbereiden. Ik ga nu even de groenten snijden in kleine stukjes. Zodat we straks de pizza kunnen bekleden. Max is op dit moment nog even spelen bij een vriendje. Dus misschien dat hij op tijd thuis komt dat hij even kan helpen. Maar dat moeten we even zien. En Sa is er wel. Maar die voelt zich niet heel fit. Dus ik moet even kijken of dat wat gaat worden. Dus ik ga nou vast even beginnen. Zo, ik heb het voorbereid. Ik heb tomaatjes, paprika, ham, champignons, rode ui en wat salami. En hier ligt nog mozzarella en dan ga ik het nu bekleden. En ik heb hulp van dit lieve kleine meisje. Meisje is een beetje ziek, dus ze loopt daarom met de spenen in de mond. Ze is niet zo heel happy. Zullen we die laten staan? Hé, zusje? Maar je wou wel even kijken, hè? We gaan samen hier op de pizza maken. Ja, maar zal mama die doen? Ja. Mag jij kijken? Goed? Ja. Ik denk dat we dit even gaan knippen. Dat is een beetje lastig. Ja. Doen we van alles een beetje erop. Goed zo? Ja. Ja, mevrouw de pizzabakker is niet zo'n goede pizzabakker. Maar ik al zeg, je moet de kaas altijd eerst opdoen en daarna de rest erop. Ik dacht toen ik bezig was, volgens mij klopt het niet helemaal wat ik heb gedaan. Maar ga zien hoe het is geworden zo meteen. En het zal er vast niet minder om smaken. Dus ben benieuwd. En dit is de tweede geworden. Ik heb de salami overheen gelegd en deze is dus zonder ham. Want de ham had ik inmiddels al opgesneden. Ik ben heel benieuwd hoe ze worden. Deze heb ik bij de Albert Heijn gekocht. Dit is het deeg van de Albert Heijn en die andere was dus van de Lidl van net. Dit is hem! Ondanks dat het niet zo hoort met de kaas erop, vind ik hem er wel heel goed uitzien. Je kunt precies zien waar de mozzarella zit. Ik ben heel benieuwd en ook hoe die andere wordt, maar we gaan hem nu lekker proeven. Nou, dat was echt heel erg geslaagd. Ik vond de pizza echt overheerlijk. En ik moet wel zeggen dat die van de Lidl misschien nog wel net iets lekkerder was dan die van de Albert Heijn. Maar ik denk dat we van de Albert Heijn ook echt ietsjes langer nog hadden moeten bakken. Want dan was denk ik de korst zeg maar, van de onderkant ook iets knapperiger geweest. Maar het was echt wel lekker. En ik moet zeggen, doordat het veel minder werk is met maken van het deeg, zeg maar, omdat je dat natuurlijk gewoon zo koopt, dan doe je het denk ik ook sneller. Dus dat gaan we zeker nog een keer weer doen. Het was echt leuk en lekker. Dus ja. Top! Wil ik hiermee graag de video afsluiten en ik hoop dat je het leuk vond om deze vlog te zien. Was het zo, doe even een duimpje omhoog, zou ik heel erg tof vinden en daarmee help je me ook enorm. En ik ben heel benieuwd of je een van deze recepten zelf al wel eens gemaakt hebt, want voor ons was het dus nieuw. En mag je met me delen in de reacties als je wilt. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende. Doei doei!